Nou, Bart de Vries, de graad of 7 nog. Binnen worden we warm van de mooie presentatie van de sectie A-hengsten. We hopen dat u achter de schermen mee zit te genieten. Dan gaan we door met nummer 3. Nummer 3, nummer 3, de nummer 3. Kastanjehof Nash. Zoon van Kastanjehof Chip. En dan Kastanjehof Amico. Fokkers-eigenaar J. Schildhuis Theeuwen in Siddeburen. Deze hengst wordt trouwens te koop aangeboden. Moederlijn van deze Kastanjehof Nash is al 4 generaties gefokt door de familie Schildhuis. Zijn moeder is de ster Marie Kastanjehof Norinte. Een dochter van de kroonpreferente Marie Zonneweides Norelia. Zij stamt weer uit Zonneweides Janneke. Een bijzondere lijn voor zijn fokkers. Waaruit naar eigen zeggen enkel ponies met een fijn werkwillig karakter zijn voortgekomen. Blijkt ook uit het feit dat 2 nakomelingen van de grootmoeder op hoog niveau in de menssport presteren. De vader van deze hengst, Kastanjehof Chip, is een van de slechts 2 zonen van keur elite Mary Carroll, stammoeder van de Kastanjehof fokkerij. Carroll bracht meerdere goede nakomelingen die haar het elite predicaat opleverde en is zelf ook succesvol geshowd. Won onder andere het Nationaal Jeugdkampioenschap op de Centrale Merriekeuring in 1997. Haar vader Curie Pendragon werd 2 seizoenen in Nederland ingezet, bracht meerdere nakomelingen succesvol in de menssport. Denk aan Burghoffs Westie en Kastanjehofs Pip, die in de span van Marijke Hamming internationaal liepen op FEI-wedstrijden. Iets wat wisselend in kwaliteit, iets wat wisselend ook in de beweging. Hengsten die heel veel souplesse tonen in de beweging en anderen die daarentegen toch wel kort en ook met spanning door de baan gingen. We hebben gemeend om van deze groep 3 hengsten mee te nemen naar de tweede bezichtiging. Nummer 1 gaat mee, nummer 3 en nummer 5. Pedaler is nummer 3. Next stallion nummer 3. Die nummer 3, de nummer 3. In de keuringsbaan dan zien we Kastanjehof Nash, vader Kastanjehof Chip, moeder Stermerie van Kastanjehof Amico, fokker-eigenaar J. Schildhuis Theeuwen in Siddeburen. Deze hengst wordt te koop aangeboden. Moederlijn van deze Nash is al 4 generaties gefokt door de familie Schildhuis. Moeder is de ster Marie Kastanjehof Norinte, dochter van de kroonpreferente Marie Zonneweides Norelia. En de vader van Nash is Kastanjehof Chip. Is een van de slechts 2 zonen van keurelite Marie Carroll. En dat is de stammoeder van de Kastanjehof fokkerij. Carroll bracht meerdere goede nakomelingen die haar het elite predicaat opleverden. En zelf ook succesvol geshowd. Onder meer het Nationaal Jeugdkampioenschap op de Centrale Merriekeuring in 1997.
Even de stokmaat meegeven van deze hengst. 1,18, 1 meter 18, 1,18 meter 18 centimeter. Achter de jurytafel, argumenten over en weer. Maar de plusjes, de minnetjes. En dan moeten ze toch tot een oordeel gaan komen. Belangrijke beslissingen die hier vandaag genomen moeten worden. Met oog op de toekomst van ons stamboek. De lat ligt nou eenmaal hoog. Ja, ik zie witte rook vanaf de jurytafel wegkomen. Er is overeenstemming. Er werd even gepraat. Maar ze zijn eruit. Had ook niet anders verwacht hoor. Opgesteld nummer 3. Kastanjehof Nash. Goed gelijnde hengst. Met jeugd. Mooie voorhand. Fraai oog. Was gisteren gespannen in beweging, heeft zich vandaag beter laten zien. Mooi evenredig. Deze hengst wordt ingeschreven. Nummer 3, approved.